Een 2-2 gelijkspel tegen eredivisionist Heerenveen. En dus tevredenheid bij trainer Adrie Bogers van NEC. De Nijmegenaren hebben het in het begin moeilijk, maar komen daarna op 1-1 door een prachtige vrije trap van Arnoud Groeneveld. Na rust even een domper als Frank Sturing zwaar bestraft met rood van het veld moet. Maar met 10 man scoort NEC toch via Joey Slegers. Ja, ik zag Andersen voorbijgaan. Toen kwam hij bij Jordan Fury voor mijn linker. En ik dacht gewoon uithalen met links en ging het goed doen. Slegers speelt sowieso een lekkere wedstrijd. Achter de spitsen op nummer 10. Zijn favoriete positie. Inderdaad, 10 is meer mijn voorkeurspositie. Als ik op de buitenkant speel, speel ik niet echt als buitenspeler, maar meer in de vrije ronde binnenkant. Dus op 10 vind ik dat ik beter uit de voeten kom. Ja. Je hebt natuurlijk je sporen vooral verdiend in de eerste divisie. Hè? Bij Eindhoven heel goed gedaan. VVV volg je ook prima. Ja, dan moet je met NEC weer de eerste divisie in. En eigenlijk wil je een niveautje hoger natuurlijk. Maar ja, het zal toch weer moeten nu. Ja, inderdaad. Vorig jaar kampioen geworden. Jammer genoeg dat NEC gedegradeerd is. Dat is natuurlijk zuur. Maar ik denk dat we met z'n allen ervoor moeten zorgen op dit moment. Dat we zo snel mogelijk weer terugkomen. Ja, en jij weet wel hoe leuk het is om kampioen te worden van de eerste divisie. Ja, dat is inderdaad best wel leuk. Dus ja, ik denk dat als NEC zijnde dat gewoon weer moet gebeuren.